Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. We zitten al aan ons fruitje. Hé jongens. Ja. En ik ben hier ook een beetje tussendoor aan het opruimen en alles aan het doen. Dus ja, Jordi heeft vanochtend zijn medicatie gehad voor de hooikoorts. En ik merk alweer gelijk verschil. Dus ik heb wel het idee dat dat werkt. Liam, even happen. Goed zo. Ik heb het idee dat dat gewoon werkt. Dus ja, laten we hopen dat dat gewoon ja, zijn ding blijft doen. Dus ja. En voor nu ga ik even verder de kindjes eten geven. En zorgen dat mijn maagje gevuld is. Ik ben eigenlijk de hele tijd bezig geweest met de kindjes. Dus wil ik niet slapen. Dus dat, Jordi heeft volgens mij een half uurtje geslapen. Toen had hij alweer zoiets van, hallo. Die is nu ook aan het spelen in de box. Liam, die is af en aan wakker geweest. Maar hij gaf toch aan dat hij wou slapen. Dus ja, ik heb hem maar gewoon weer laten liggen en laten slapen. En die zal zo denk ik wel wakker ergens worden of zo. Maar ja, dat dus. Het is vandaag een aparte dag. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. In ieder geval, ja. Jordi die is daar aan het spelen. De tv is aan het updaten. In ieder geval de Ziggo-kastje. Dus ja, ik kan nou niet zo heel veel. Dus ook een filmpje kijken kan nou niet. Dus daar moeten we even op wachten. En ja, dat doen we dan maar eventjes. En dan ga ik Jordi zijn antihistamine spul geven. Ik zal gelijk eventjes laten zien welke hij heeft. Hij heeft dit. Xyzal. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Maar zoiets. En ja, het is Russisch, denk ik. Geen idee. Het werkt wel. Dus ja. Hij heeft het vanochtend gehad. En je merkte gewoon eigenlijk na een uurtje echt verschil. Dus ja. Dan geven we dat dadelijk maar weer. En voor de rest. Ja, ik doe niet zo heel veel vandaag. Ja, ik doe wel veel vandaag, maar dan achter de schermen. Dus een beetje opruimen. Ik ga straks eventjes de box uitzoeken. Dat soort dingen allemaal. Hij is klaar. Ik zal eens even in gaan voeren. En dan ga ik Jordi doen. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd, want ik was kapot. En gisteravond is Joef ziek geworden. Ja, ziek geworden. Ze is begonnen met overgeven. Ik ben ondertussen even de kindje eten aan het geven. Want het loopt hier allemaal in de soep. Joef is gisteravond niet lekker geworden. Ze kitste alles onder. En het poepen was al wat dunner. En vanmorgen begon ze in één keer nog een keer alles onder te kitsen. En ze wilde ook niet eten. Ze wilde helemaal niks. Ja, dat snap ik als je je eigen niet lekker voelt natuurlijk. Ja, ik heb de dierenarts opgebeld. En de dierenarts zei van ja, dan moet ze toch wel echt komen. Want als ze van allebei de kanten eruit komt, ja, dat is niet zo verstandig. En daar is Niels nu met haar heen. Ik ben dan nou thuis met de kindjes om eten te geven en alles. Want ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Het is al laat. Het is al 11:15. Het is al 11:15 en ja, de mannetjes moeten ook eten natuurlijk. Maar Joef ging heel eventjes voor, want op het moment dat ze al uit de rabijn sliep, begon het al te dat ze moest kitsen. Dus ik heb ze in de bench gelaten. Maar ja, ondertussen had ze wel heel de bench ondergekitst.
En dat ze gewoon lekker even kon liggen. Dus ik heb om haar heen iedere keer alles schoongemaakt. En ja, dat kostte gewoon heel eventjes wat tijd. Dus ja, ze is nu dan naar de dierenarts met Niels. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb nieuws over Joef. Ze moet even daar blijven. Het is of een darmontsteking of ze heeft iets opgegeten waardoor dat er iets aan de hand is. Ze gingen er eten geven of iets en kijken wat er gebeurde. En ja, het is even afwachten. Garen een beestje. Ja. Het is niet anders, het is zoals het is. Ik ben ondertussen, heb het kindje het brood gegeven. En gaat Liam zo naar bed. En Jordi ook trouwens. Maar, hè. Dus, ja. Niels is onderweg terug. En ik weet niet of ik vandaag veel vlog. Maar, ja. Voor mij is het beestje gewoon heel belangrijk. Zoals jullie zagen, is Joefke alweer thuis. Gelukkig wel. Ja. Ze had niks op de röntgenfoto. Ja, de rekening. Ja, maar toch, ik heb liever dat mijn hond nergens last van heeft. Ja, ja, maar nou heb ik ergens last van. Al met al, ze heeft de spuit gehad voor het te braken, dat ze niet braakt. Mm-hmm. En ze heeft diarree-remmers gekregen, dus ja, we gaan het zien. Ja, en nou ligt ze lekker te maffen. Ja, ze ligt lekker rustig. Liam die is nu ook een stuk vrolijker. Om straks niet te genieten, naar hem, schreeuwen en doen. Want je hoeft er niet was. Maar ja, dat dus. Liam is lekker aan het spelen, Jordi slaapt nog. Ja, ik heb de deur dicht. Ik moet zo even controleren. Mm-hmm. Dus ja, we gaan het allemaal zien hoe het loopt. Toch? Ja. Papa niet geluidje maken. Oh, sorry wel. Ja. Liam ligt al lekker op bed, hè, Jordi. En dan gaat Jordi daar ook slaapje doen. Hè? Ja, ga jij ook zo slaapje doen? Je hebt al een flesje gehad. Wat doet papa voor geluidjes maken? Zelfs de hond komt. Oh, is dat Joef? Ja, Joef komt er dichtbij, hè, Jordi. Dat vind jij niet leuk. Joef is toch lief vandaag? Ja, ze is wel heel lief. Ze is ook heel ziek. Maar papa, ze heeft al wel weer wat gegeten. Mm. En niet meer gespuugd. Dat is belangrijk. Ja. Daar heb ik papa jou gevangen. Oh-oh. Zeg maar oh-oh. Ga je mee boven? Nee, je flesje is al op. Die is al op. Je hebt net je fles op, jongen. Te traag. Een hele goede morgen. Gisteren zijn mijn ouders even op bliksembezoek geweest voor de verjaardag van
Liam. En om even te kijken hoe het met Joefie was. Je hebt een leuk cadeautje gehad gisteren, hè, van opa en oma. Hij heeft gisteren dit gekregen. Kijk. Hierop drukken. Maar dat vindt hij er momenteel van, alsof er een bom afgaat. Oh, balletje. Joef? Nee. Nee. Is niet van Joef, hè? Is niet van Joef, hè? Het is eigenlijk heel simpel. Het gaat er gewoon in. Zo. Knopje drukken. En Niels is nu net thuis gekomen met zijn moeder. En die komt ook even op bezoek voor de verjaardag van Liam. Met het wel maar met twee handen. Hij doet het supergoed. Marietje is hier de hele ochtend geweest. En ze heeft hier ook meegegeten en alles. En de kindjes zijn naar bed gegaan. En nu zijn de kindjes weer wakker. En Niels, die is zijn moeder wegbrengen. En ik had op Marktplaats een andere tafel gezien. Omdat de tafel die wij hier hebben staan, die is rechthoekig. En in verband met Jordi is een stoel en alles. Ik loop tegen van alles aan, iedere keer. Ik zeg tegen Niels, ik moet eigenlijk een ronde tafel hebben. Maar ik wil wel eerst weten of dat het iets is. Dus we hadden een leuke ronde tafel gezien op Marktplaats. En die is Niels nu halen. Zodat we eens kunnen kijken of dat het iets is voor ons. Ik had het gezien voor 35 euro, maar we hadden er 20 euro op geboden en het vrouwtje zei van ja, kom maar halen. Dus Niels is die nu gelijk halen. Dus ik ben eens benieuwd. Dus ja, we gaan daar kunnen we een tafel hebben. Maar we gaan gewoon eerst even kijken hoe en wat. En dadelijk de kindjes even een flesje geven met drinken en dat soort dingen allemaal. En een cookie en weet ik het allemaal. Dus ja. En hoe het met Joefie gaat. Met Joefie gaat het in principe wel goed. Ze wil de brokken alleen nu niet eten. Omdat ze verwend is met dat natvoer. Dus ze krijgt nu zeg maar natvoer een beetje. En dan brokken. Gewoon eens om te kijken of het binnen blijft. Maar tot nu toe gaat het goed. Dus we gaan het afwachten. En ons drolletje ligt daar lekker te slapen. Het is wel levendiger als gisteren hoor. Maar ze liggen wel lekker te slapen. De kindjes liggen al in bed, hè, papa. Mm-hmm. En we zijn bezig geweest met wat opruimen en de tafel neerzetten. En het ziet er nu zo uit. Ik heb natuurlijk wat dingetjes afgewassen. En ja, zo ziet het er voor nu uit. Stoel van Liam, Jordi en dan drie stoelen. De vierde staat boven op zolder. En dan willen we van de zomer die stoelen schilderen. En dan hebben we weer een andere eettafel. Maar ik heb wel meer ruimte. Ik zal het even laten zien. Er stond hier tot hier ongeveer de tafel. Ja, en dat is nou dan de stoel van Jordi geworden. Maar het is wel makkelijker zo. Mijn ouders zijn gisteren dus langs geweest. En het probleem, ik zit continu met een probleem met deze stoel. Kijk, dit kan ik allemaal afwassen. Dat wil ik binnenkort ook weer doen. Dus dat het zeg maar in de wasmachine gaat. Maar zijn hoofdsteun, ja, die krijg ik er dus niet af. Want hierachter zitten allemaal schroefjes. En dan moet je dan weer losmaken en dan pas kan dit af. Dus ik zei tegen mijn moeder dat ik dus met dat dilemma zat. Wat heeft mijn moeder nou gedaan? Is misschien wel een tip voor iemand die ook een toekomstige stoel als dit heeft. Mijn moeder heeft een hoes gemaakt voor daarom. En die kan ik dan
mooi zo eroverheen maken. Dat die mooi zit. En dan kan ik even knopen. Zodat die wat strakker komt te zitten. Ik heb er nou een knoop in gemaakt. Oh, slim Mandy. Maar dat er zeg maar een soort van schoenveter doorheen kan. En dat het dan wat strakker zit. Ik moet hem dan nog beter omheen maken hoor. Maar ik moet ook nog die hoes goed schoonmaken. En ja, dan heeft Jordi in ieder geval een schone hoes iedere keer. Omdat hij continu met zijn vieze vette vingertjes hier aan zit. En ja, ik ergerde me eigenlijk daar rot aan. Dus nou kan ik binnenkort alles even goed uitwassen. En dan is alles weer goed schoon. En dan kan hij weer vooruit. En daar zitten we dan. We gaan zo deze ups en dan afsluiten. En lekker naar bed. Ja, morgen gaat Jordi weer naar school. En mama moet een echo. En dan gaat papa mee, want mama durft niet meer te rijden. Omdat ik continu trappen krijg in mijn maag. En dat is niet veilig. En het is waarschijnlijk de laatste echo. Ja, ook. Dus ja, allerlaatste echo. Dat denk ik niet helemaal, want dan zal het wel iedere week zijn. Ja, maar als de laatste echo is het allerlaatste. Ja, ik heb een laatste groeiecho, wat ze nog willen zien. Dus vandaar. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Maar ik durf dus niet meer te rijden, want ik krijg continu stampen overal. En ja, dan maak je van die rare bewegingen af en toe. Niels die denkt af en toe dat ik niet helemaal goed bij mijn hoofd ben. Af en toe. Laten we het daarop houden. Maar goed, wij gaan deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.